De dood laat zien dat er een begin aan is en een einde. We worden willoos het bestaan ingeduwd en even willoos vallen we eruit. Ertussenin leven we. Borduren we de draad tot onze eigen tekening. We worden wie we zijn. Ik ben de jongere zus van Jeroen, de jongste uit het gezin Omen. Jeroen werd in het ziekenhuis in Breda geboren. In een gezin met op dat moment 3 jongens. 2,5 jaar later werd ik geboren. Op een zondag, met carnaval. Het hele gezin, en ook Jeroen, was blij dat er eindelijk een meisje werd geboren. Daar kon hij lekker mee op schoot zitten, over vaderen en later heel veel raad geven. We kregen samen de mazelen, we gingen samen uit logeren. Mijn 11 herinneringen aan Jeroen. Nooit meer de vraagbaak of Wikipedia voor mij. Nooit meer ruzie. En nooit meer samen 111 keer bijleggen. Nooit meer naar de Aldi om inkopen te doen voor de crunch van de volledige. En dan met 2 vol overladen wagentjes zeggen tja tegen de cashierre. We wonen samen. Mijn naam is José Nijholt en ik ben vicevoorzitter van de ORTS. Vorig jaar ontmoette ik Jeroen voor het eerst. Ik was toen nog voorzitter van de Bredaanse Radio- en Televisiestichting. En Jeroen en ik begonnen besprekingen om te kijken of we als 2 omroepen Jeroen, samen konden. Jouw plotselinge overlijden kwam in het speelgoed- en carnavalsmuseum aan als donderslag bij heldere hemel. Had je net de nieuwe Knechten-tentoonstelling mee opgebouwd, de opening georganiseerd, ideeën gelanceerd om het buiten Amsterdam als reclame te maken. Hadden we de dag daarvoor nog met een groep bij jou thuis naar de WK zitten kijken. Is de Jeroen Omen er ineens niet meer? De Jeroen Omen, de enige echte. Zo stelde jij je graag voor. Mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen, zijn degene die het doen. Een wereldberoemde uitspraak van Steve Jobs. Nu wil ik hier Jeroen Omen niet vergelijken met Steve Jobs, daar zou ik Jeroen tekort mee doen. Maar toch hebben deze heren veel overeenkomsten. Gek genoeg zijn om te denken dat je de wereld kunt veranderen. Kind zijn en blijven. Leergierig en gek. Dan kun je de wereld om je heen. Voordat we daar officieel mee beginnen, of iedereen zijn telefoon uit wil zetten.